Ja. Goedenavond allemaal. Welkom op deze avond. Ik ga u wat vertellen over het bedrijf Skyward Community. Sorry. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. En ik ben in 2016 gestart met het bedrijf Skyward Community. En sinds juni 2020 ben ik een van de mensen die de communicatie in Nederland verzorgen. En u kunt dus bij mij, maar ook bij mijn collega Earl terecht voor vragen. Waarom is Skyward Community zo blij dat ze dit nieuwe systeem aan de mensen kunnen laten zien? Waarom? Omdat er in de wereld nogal veel milieuvervuiling is. Als u het hier ziet, in de lucht, in het water, op de grond, overal zie je iets wat eigenlijk niet hoort. En daar heeft iemand ook zich druk over gemaakt. En die heeft een ander project ontdekt. Is hij al jaren mee bezig, meer dan 40 jaar. En daarmee kan hij zorgen dat het gebruik van ruimte extreem minder wordt. Maar er ook minder materialen nodig zijn te bouwen. Want u ziet wel, het systeem hangt in de lucht. En er staat een kolommen. En kolommen gebruiken veel minder grond dan een weg of spoorweg die tegenwoordig is. En welke oplossing heeft hij dan? Alle oplossingen die hij heeft zijn een spoorverbinding boven de grond. En dan heeft hij verschillende modellen van cabines voor personenvervoer, maar ook voor containervervoer. Bovenin ziet u een hele spitse wagon. Nou, daar bovenin kan ook een container aan, maar ook onderin kan een container aan. Dit zijn twee passagiersvervoeren, maar u kunt straks in het vervolg ook zien dat het containervervoer ook mogelijk is. De bovenste heet de U-Flash en de onderste is de U-Bus. Dus dat zijn twee verschillende modellen voor vervoer. Sorry. Dit is heer Anatoly Janinski. Hij zit daar linksboven voor een U-Flash. Die was tentoongesteld op de beurs in Berlijn in 2019. En linksonder is zijn allereerste model. Bovenin zijn allerlaatste en onderin links zijn allereerste. Gewoon een vrachtauto met ijzeren wielen die ze over een staaf heen naar boven reden. En dat lukte. En dat is zijn uitgangspunt geweest om verder te gaan. Hier zie je een heel aantal modellen van personenvervoer. Er zijn meer dan 11 modellen, personenvervoer en vrachtvervoer, waarvan de meeste allemaal al goedgekeurd zijn. Waar de certificaten voor zijn. Die laat ik je in het vervolg straks ook zien. Maar nou zeggen heel veel mensen, ja, maar dat bestaat al lang. Want ik heb het daar en daar al gezien. Dat klopt. In Duitsland zijn de afgelopen eeuw pogingen ondernomen om een weg ondersteboven aan te leggen. En in China ook, daar ziet men een tram met wielen op het dak. En dat is eigenlijk het enige verschil. Want wat Anatoly Janinski doet, is het vervoer zorgen dat die geen fossiele grondstoffen meer gebruiken. En deze modellen die we gebruiken nog steeds de fossiele grondstoffen. Dus de uitstoot is nog precies hetzelfde als voorheen. En dat is met het nieuwe systeem wat hij uitgevonden heeft, is dat verleden tijd. Ze wekken namelijk eigen stroom op. En dan onderin zie je de kabelbaan. In sneeuwgebieden zeggen mensen, ja, dan gaan wij ook al lang met zo'n wagon. Dat klopt. Het is het uitgangspunt, een wagon in de lucht. Maar een kabelbaan, zegt het al, die trekt aan een kabel een wagon voort. En niet met eigen kracht, met eigen opgewekte elektriciteit of zo. Als we dan kijken hoe er gebouwd kan worden. Normaal bouw je van A naar B een weg. En dan wordt die weg geëgaliseerd. Dat wil dus zeggen, zoals het bovenste plaatje ziet, waar dieren in de bergen of in het water leven, die moeten gaan verhuizen. Maar het systeem wat Anatoly Janinski heeft, dat is een wegbedding op het tweede niveau. En dan zie je de pilaren die zorgen ervoor dat grondwerken vermeden hoeven te worden en dat er geen vernietiging van dier- en plantenomgeving is. En die steunpilaren zijn ook niet zoveel dicht bij elkaar nodig. Men kan grote afstanden overbruggen. Op dit moment wordt er in de Verenigde Arabische Emiraten al een test gedaan met een afstand tot 280 meter, 80 of 277 meter. En men wil verder dan een kilometer afstand gaan overbruggen. Dus dan zie je dat er heel grote stroken met grond totaal niet ondersteboven gegooid hoeven te worden. Als men die pilaren dan heeft, dan kan men getwiste snaren erin hangen. En die kan men dan weer strak trekken. En die worden dan geplaatst aan de uiteinden
in een station of een eindstation, waar het echt vastgezet wordt. En dan kun je eigenlijk hetzelfde zien als bij een gitaar, dan draai je het ook allemaal vast. En dit is in het groot, maar eigenlijk hetzelfde. Als die uiteinden vastgezet zijn, dan kan men het ook nog omhullen met een stijf omhulsel. En dan krijg je een hele unieke spoorstructuur. En om de belasting op één plek nog te verminderen, maakt men het in kleinere compartimenten. En dat wil zeggen dat ook de belasting op een spoorstructuur veel minder is. En kan men ook elke 10 seconden een wagon laten rijden. Er is ook aan beveiliging gedacht. Linksboven zie je een rail en daar zit in die oranje rondjes zie je de beveiliging. Dat is de tegenhanger om de wielen goed in de rail te houden. Houdt het die zijstukken, die zorgen ervoor dat een wagon nooit kan ontsporen. En rechtsboven zie je een doorsnee van een rail. En in die rail zitten de kabels. Die zijn dus heel goed beschermd. Kan geen lucht bij, dus ook geen corrosie. En in die rail daar zit een polymeeroplossing. En bovenop zit een hele harde laag van een materiaal dat heel erg slijtvast is. Het is gegarandeerd tussen de 50 en 100 jaar. En doordat de middelste foto die je ziet een staal op staal wrijving is, wordt er energie opgewekt. En ook veel minder energie verbruikt die opgewekt is. Als je dan kijkt energie verminderen, de auto, als je die in een windtunnel zet, dan is er voor een hele mooie vloeiende lijn waar de wind overheen gaat. Onderin wordt er wel een beetje een botsing gedaan op de grond, maar achter krijg je een hele luchtwerveling. En die luchtwerveling zorgt ervoor dat de auto een beetje tegengewerkt wordt in zijn snelheid. Als je dan kijkt rechts bij de U-fles van Unisci Stelling Technologie, dan zie je de wind gaat ervoor mooi overheen, maar ook onderdoor. En aan de achterkant gaat die vloeiend weg. En daardoor beïnvloedt de wind totaal niet de tegenwerking van het voertuig om harder te rijden. En zo kunnen ze hoge snelheden bereiken. Maar wat kunnen ze hiermee bereiken? Nou, een beter leefmilieu voor de dieren. Het transport kan veel sneller gedaan worden, files worden opgelost en alles is geïntegreerd en georiënteerd op groene energie. Er is ook een eigen opleidingscentrum wat ze inmiddels hebben. En daar kunnen studenten van universiteiten studie doen naar de techniek en hoe het allemaal werkt om hierop af te studeren. En er zijn inmiddels ook al studenten afgestudeerd en die in het systeem nu hun bijdrage kunnen leveren. Er zijn 3 verschillende spoorstructuren gecreëerd. De bovenste is een doorhangende spoorstructuur. De middelste is een stijve enkele spoorstructuur en de onderste is een dubbele spoorstructuur. De bovenste spoorstructuur, die doorhangende, als je dan rechts kijkt bij die bril, dan zie je dat de spoorstructuur gewoon heel smal is. Maar daarin zitten toch die streelrings en daardoor is het toch zeer sterk. En hier onderin het plaatje, dat is voor de enkele of de dubbele spoorstructuur de doorsnee, die ik net ook al beschreven heb. En dan kun je eigenlijk een beetje vergelijken met de wolkenkrabbers en bruggen, daar gebruiken ze ook in. En vooral in de bruggen zie je een brug wordt opgehangen aan stalen kabels. Nou, dat is hetzelfde als wat je hier in deze spoorstructuur ziet. Maar alvorens dat de markt betreden kan worden, moet alle voertuigen getest zijn. Niet alleen de voertuigen, ook het hele systeem van de pilaren, van de stringkabels, maar ook de eindstations waar mensen in en uitstappen. En inmiddels is dat getest en hebben ze hier certificeringen voor gekregen. Al die documenten bevestigen dat het gewoon veilig is. Komt er straks nog meer. Hier heb je ook patenten en certificaten en onderscheidingen. Ze hebben er, dit is nog geen 1/10 van alles wat ze hebben. Ze hebben al gigantisch veel onderscheidingen. Ik heb een heel boekwerk gezien ervan. Dat heb je ook al nodig. Wil je straks over heel de wereld mensen veilig van A naar B kunnen vervoeren. Maar ook de mensen op de grond, dat daar niks mee kan gebeuren. En hier zie je linksonder in 2019 werd het U-Sky van de Unisci Stringtechnologie een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En op 16 februari 2018 is Unisci Stringtechnologie lid geworden van een grote internationale organisatie. De Internationale Association of Public Transport, de UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen.
Nou, dan kun je zien dat het ook in Europa goedgekeurd is, want bij die pijl zie je staan Brussel. Dus dat is wel mooi, februari 2018 al. En mensen die meer technisch zijn, die kunnen ook in het account kijken. En er is ook nog een link van Janinski Energieër, waar je alles kunt vinden van de ontwikkeling en de berekeningen van alle dingen die gebeurd zijn. Want technische mensen zeggen, dit kan niet, hoe moet dat dan? Nou, hier kunnen ze alles vinden, want de meeste mensen zijn niet technisch, kunnen het ook niet uitleggen. Maar mensen die technisch zijn, kunnen hier alles vinden, kunnen hun hartje ophalen. En mensen die niet zo technisch zijn, kunnen op een andere site gaan kijken en daar wordt alles beschreven in een makkelijkere bewoording. Dit zijn de modellen die inmiddels allemaal ontwikkeld zijn. En dit is nog een computeranimatie, maar hier links zie je de echte modellen. Het zijn echte foto's van echte modellen die we gemaakt hebben in het park toen wij daar op bezoek waren. Elk jaar is een open dag ergens en dan kunnen we daar op bezoek komen. En hier zie je nog een aantal modellen. Bovenin dus nog een passagiersvervoer. En dan het tweede van boven is de Uniflash. De bovenste, de Unibus, die kan tot 150 km per uur halen. En daaronder de Uniflash, die haalt een snelheid van minimaal 500 km per uur. En dan daaronder zie je twee verschillende modellen voor het vervoer en voor de industrie. En hier hebben we de container. De container is vooral heel belangrijk, want containervervoer, daar is heel veel vraag naar. Zelfs nog meer dan naar het passagiersvervoer. Maar hier op deze pagina zie je bijna alle vervoer voor de industrie. Alleen linksonder niet, dat is voor een wagon om te gaan vissen naar de visvijver. Maar verder zijn alle modellen voor de industrie. En u ziet dat ook voor de industrie dus heel veel ontwikkeld wordt. Niet alleen voor personenvervoer, maar ook voor goederenvervoer. En hier zie je de transportband, waar ook dus materialen, ruw materiaal, vanuit een mijnbouwgebied naar een plaats van bestemming kan komen. En dan kunnen ze het hier lossen. En dit geeft dus bijna geen impact op het milieu en op de natuur. En de verkeersongevallen zullen hier tot bijna nul gereduceerd worden. En deze kosten voor zo'n baan om die aan te leggen is vanaf 4 miljoen per kilometer. Nou, dat hebben ze zo terugverdiend als je kijkt wat auto's kosten en elke dag, jaar in, jaar uit, het personeel wat daarvoor betaald moet worden met alle risico's van dien. Er zijn twee prioriteitsrichtingen, zoals je wel begrepen hebt. En de een is dus het personenvervoer en de andere is het transportvervoer voor de industrie. Het staande en hangende containervervoer. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar hoe gevaarlijk is dat niet? Als er mensen zijn die hoog in de lucht in een wagon zitten, het gebeurt wel eens in de sneeuwgebieden, dan zitten mensen uren vast. Nou, dat is hier niet het geval, want zo gauw als een wagon een probleem heeft, dan wordt er automatisch via de blockchain een signaal uitgezonden en een wagon ervoor of erachter, die pikt het op en die gaat dat onderdeel wat kapot is, die wagon, of het kan ook een container zijn, dat maakt niet uit. Die kunnen ze oppikken, aanklikken. Zoals je rechtsonder ziet, ze hangt ervoor, ziet u aan de achterkant ook een uitsteeksel uit, een soort trekhaak. En daar kunnen ze elkaar mee aankoppelen. Zou dat niet lukken? Kunnen mensen sneller eruit weg als dat het de volgende wagon er is? Dan is er zelfs nog een tweede mogelijkheid dat ze eventueel via een touw zichzelf naar beneden kunnen laten dragen. Schuiven via zijn touw. Dit is het kantoor van Janinski Stringtechnologie. Rechtsboven ziet u het laatste nieuwe kantoor. Veel groter als rechts onder het oude kleintje. Dat was te klein geworden. Personeel had te weinig ruimte. En ze hebben een nieuw kantoor betrokken. Op dit moment zijn er meer dan 700 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En dat bestaat uit meer dan 80 afdelingen en ontwerpsbureaus. En de kantoor- en productiefaciliteiten zijn meer dan 10.000 vierkante meter. Dit is een fabriekshal. Linksboven ziet u dat witte gedeelte boven de uitsteekte was het allereerste kantoor wat ze hadden. Rechtsboven is het in de sneeuw en dan ziet u ook een geraamte wat gebouwd wordt. Dat is een nieuw gebouw wat ze aan het bouwen zijn om nog meer te kunnen produceren. Rechtsonder ziet u het kantoor vanuit de kant als de mensen aankomen gereden. En hier ontwikkelen ze alle modellen. Rechts op dat die foto rechtsonder ziet u ook daarachter in dat witte gebouw. Dat is het gebouw waar ik daarnet het geraamte van liet zien.
Hier kunnen ze dus modellen ontwikkelen voor vracht- en passagiersvervoer en tot maximaal 250 passagiers en een laadvermogen van 2 tot 35 ton. Dat is heel veel. Ze zijn begonnen in Minsk en daar hebben ze een oud vervuild terrein, militair terrein gekregen en hebben ze ontgonnen. En als je dan ziet dat er dit in 2015 zo uitzag en de volgende plaatje ziet u hoe het er in 2019 uitzag. In 2016 hebben ze een hele tekening gemaakt hoe dat ze de indeling wilden hebben. En rechts ziet u 2019 dat het ook ontwikkeld is en nog meer. Want het is uitgebreid, als je ook kijkt erachterin die vijver, die heeft het linkerplaatje een heel ander model als op het rechterplaatje. Daar wordt ook een heel park ontwikkeld. Dus dat wordt heel mooi als we daar kunnen gaan kijken. Als je dan kijkt hoe ruimtebesparend dat het is, dan zie je dat het echt een groot verschil kan uitmaken. Want dit is een foto van het station in Nijmegen. En dan bovenin heeft mijn collega Earl, die kan het systeem van Adva Hunter kan hij mee werken. En dan kan hij in een echte foto het systeem van Janinski Stringtechnologie plaatsen om dan te laten zien wat het verschil is in het vervoer. Bovenin gaat de wagon heen, die kan in een gewoon flatgebouw, kan iemand in zijn eigen gebouw in- en uitstappen en verder gaan. En je hebt niet zo'n groot station nodig waar iedereen naartoe moet, waar iedereen bij elkaar komt, waar grote mensenmassa's komen die allemaal tegelijk in een trein moeten stappen. Hier kan men gewoon in een kleinere wagon instappen op het moment dat hier staat. Intern kun je op een schermpje aanklikken waar je heen wilt en je kunt verder. Een heel groot verschil. Ook het busstation. Hier zie je ook het busstation van Nijmegen. En daarbovenin zie je weer het passagiersvervoer, hoe het kan gaan. En dan zie je linksboven een klein plaatje. En dat wil zeggen dat zelfs in bestaande gebouwen kan men één ruimte bijvoorbeeld vrijmaken. En dan voor en achter een gebouw een pilaar zetten. En de rail door het gebouw laten gaan. En dat kan men als station laten dienen. Dan kunnen mensen die in zo'n flat wonen, die kunnen in de eigen woonhuis, flat, kunnen ze instappen en verder gaan. Daar heb je helemaal geen grote stations meer van nodig. En op de Innotrans in Berlijn hebben wij de U-Flash kunnen bewonderen. We konden daarin zitten, we konden kijken, stoelen konden we alle vormen neerzetten, helemaal naar onze eigen inzichten, rug- of zitgedeelte kunnen instellen, via het schermpje voor je. Je kon ook via het schermpje kon je een filmpje kijken of voor allerhande andere dingen bekijken. Je kon de omgeving bekijken, alles kon je zien. Het was gewoon heel mooi. En als je dan kijkt dat ze dit overal kunnen gebruiken, dat dit vervoer overal erheen gaat, dat niks een probleem is. Men kan niet alleen in steden en bossen, maar ook door zeehavens, door moerassen heen, door woestijnen heen, zelfs het hoge ijzige noorden, want alles is getest op hete en koude temperaturen. Als we dan van Wit-Rusland naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan, dan zie je dat de leiders van Sharia dit gezien hebben op een beurs in april 2018. Daarna vonden ze het toch wel interessant en hebben ze gesprekken gevoerd wat tot resultaat was dat er in september 2018 al een handtekening gezet werd om een stuk grond te krijgen in de Verenigde Arabische Emiraten, een stuk woestijn, wat dichtbij een universiteit weer was, dus de leerlingen kunnen daar weer komen leren, en dichtbij een luchthaven. En daar heeft Janinski Stringtechnologie mogen gaan bouwen. En als je naar rechts kijkt, die twee plaatjes, toen heeft hij officieel, zijn ze daar naartoe gereden met de auto's. U ziet rechtsonder helemaal dat het gewoon een woeste vlakte is. Daar hebben ze officieel daar de opening gedaan dat hij daar mocht gaan bouwen. En hier zie je wat er gebouwd is. Het is, je ziet een aantal gebouwen. Het is inmiddels al verder. Je ziet linksboven het ecohuis met de rotonde eronder. Daar hebben wij, ben in het najaar van 2021 ben ik daar met een aantal collega's naartoe gegaan. En wij zijn daar geweest. We hebben daar met een bus zijn we recht voor de deur uit kunnen stappen. En hebben het ecohuis ingemogen. En als je dat middelste plaatje bovenin kijkt, dat is de binnenkant van het ecohuis. Daar hebben we erin gelopen. En rechts zie je nog een aantal technische gebouwen. En rechtsonder is de aanbouw van een station. Een eindstation, om het zo maar te zeggen, waar de ankersteunen in vastgezet worden. En dat is op dit moment al klaar. Heb ik straks ook nog een plaatje van een station. En dit is aan de binnenkant in het station. Daar kun je dus instappen in die wagon. Hij staat hier even open met een verhoging. Maar je stapt gewoon in op het perron, drie meter verder. Dan kan hij daar staan en dan kun je op de goede hoogte instappen. En dat zie je in het middelste plaatje, dat je gewoon gelijkvloers in kunt stappen.
Hier zie je vervoer van een unibus naar de Arabische Emiraten. En hier zie je dat ze ermee gaan testen. Dit is het 400 meter lange traject wat als eerste klaar was. Achterin zie je dat ze nog een station aan het aanbouwen zijn. Maar je ziet dat ze al aan het testen zijn met de wagon. Van het station tot de eerste pilaar is 100 meter. Tussen de twee pilaren is 200 meter. En dan weer naar het volgende station is 100 meter. En hier worden dus verschillende modellen getest. Van voor het warme klimaat tot 40 tot 60 graden boven nul. En dat moet het hele jaar door. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er moet data verzameld worden voor de mensen die dit komen keuren. Dat die zelf ook alles kunnen kijken, alles kunnen inzien en alles kunnen zien wat daar precies gebeurd is om goedkeuring te geven. En inmiddels hebben ze die goedkeuring gehad. Ik heb er straks ook nog een plaatje van. Dat ze de goedkeuring hebben om passagiers te vervoeren van A naar B over heel de wereld. Dus landen die interesse hebben in dit systeem, die hoeven zelf niet meer de keuringen uit te voeren. Er is goedkeuring wereldwijd om passagiersvervoer te bouwen. Dit is containervervoer. En rechts zie je, rechtsboven zie je de pilaren die al klaar zijn voor het traject. Twee trajecten, twee verschillende. Je ziet ronde pilaren, maar ook vierkanten. Die vierkanten zijn 280 meter uit elkaar. 288, 277 daar ergens. En de ronde staan 50 meter van elkaar. En daar wordt op dit moment gerealiseerd dat daar de string doorheen gaat. De eindstations zijn klaar, dus men kan nu de strings erin gaan hangen en dat verwerken. En men verwacht ergens in mei dat dit klaar zal zijn. Hier zie je nog een aantal plaatjes van containervervoer. Men is met de kleine container het hangend vervoer al aan het testen. Een aantal testen kunnen ook al nu uitgevoerd worden voor straks de zware containers. De lichte containers kunnen op dit lichte vervoer, maar de zware containers zullen straks op het harde, stijve traject moeten getest worden. Dus de containers zijn er niet goedgekeurd, maar het passagiersvervoer wel. Sinds 2014 ontwerpbouwt en certificeert Jyninski String Technologie overheid transportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. En onlangs zijn ze begonnen met de overgang van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie om op de open commerciële markt te kunnen gaan handelen. Dus dat is heel belangrijk voor ons, want dan wordt er een traject ergens gebouwd. En dan zeggen heel veel mensen, ja maar, hoe oud is hij wel niet? Houdt hij dit nog wel vol? Wat als hij er straks niet meer is? Nou, hij staat hier voor de ingang, waar je daar rechtsachter, waar je die auto ziet. Dat is de ingang om naar het park toe te gaan. En dan rij je verder naar achteren toe om daar naar het ecohuis te gaan. En naar het eerste stationtraject van 400 meter. Maar hier zie je links de heer Anatoly Jyninski staan. Maar wat zie je rechts? Dat is zijn zoon. Zijn zoon is hier ook nauw bij betrokken en zijn andere dochter ook. Maar zijn zoon zien we vooral ook de laatste tijd steeds meer en meer naar voren komen. Dit is certificering voor warm klimaat. En hier staat dus dat ze aan alle veiligheidsnormen voldoen. Dus aan de spoorconstructie, aan het elektrische vervoer, de anker- en tussensteunen. Dus niet alleen de eindstations, maar ook de tussensteunen. En het reizigersstation. Dus de reizigers die in het station komen, moeten natuurlijk ook veilig kunnen lopen. Doordat deze certificering is geslaagd, wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen van betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En het zal het besluitproces voor toekomstige klanten over de hele wereld veel eenvoudiger maken. Jyninski Stringtechnologie die is geschikt om de wereldmarkt te betreden en klanten van hoge kwaliteit vervoer te kunnen voorzien. En inmiddels zijn ze ook in gesprek met de autoriteiten van Abu Dhabi, Dubai en Sharia, dat is duidelijk al. En de buurlanden als Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. Achter de schermen gebeurt er veel. Als je dan kijkt naar Jyninski Stringtechnologie in Dubai, dan zijn ze nu bezig met een aanbesteding van de RTA. De RTA moet het uitschrijven, zijn aanbesteding. Je mag niet zomaar één bedrijf naar voren halen om die dat alleen te laten doen. De concurrentie moet ook mee kunnen dingen. En Jyninski heeft gezegd, wij doen mee en we hopen te winnen. En voor zover ik kan zien, biedt Yusky de beste oplossing voor Dubai. Maar het is aan de heersers van Dubai om te beslissen. Dus dat is nog even afwachten. Maar het lijkt erop dat het wel goed komt voor ons. Maar naast dat Jyninski Stringtechnologie meedoet, zijn er dus de bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk die met deze competitie meedoen.
En Sharia bekijkt ook een voorgestelde lijn van Jeninske Stringtechnologie om de belangrijke stad aan de oostkust van bij de havenstad, om daar een verbinding mee te maken. En Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, lid van de Hoge Raad en heerser van Sharia, heeft al interesse getoond in dit project. En Jeninske Stringtechnologie heeft nog meerdere opties ingediend om de technologie in de havenstad Kokfakkan te ontwikkelen. En waaronder de Skytrack voor vrachtvervoer naar de haven van Kokfakkan en een stedelijk netwerk in de stad. Dus niet alleen passagiersvervoer, maar ook containervervoer. En het gaat over dezelfde rail. Dus het is waarschijnlijk een meerwaarde. Maar zo hebben ze ook al bekendgemaakt dat er een traject gemaakt gaat worden van luchthaven naar luchthaven in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan links naar de haven bij Jebel Ali Port. Dat is ook een grote haven en daar komen ook heel veel schepen binnen. Dan moeten containers weer naar het vliegveld vervoerd worden. Dus daar loopt ook een traject. Dan dit is even in het groot van de haven naar het vliegveld. Dat is een lengte van 18,5 kilometer. En ze verwachten er ruim 14 minuten over te doen. Met een snelheid van 77,5 kilometer per uur. Maar als het ineens door kan gaan, dan gaat het natuurlijk sneller. Maar er zullen ook tussenstations zijn waar iets geladen of gelost moet worden. Dus gemiddeld is het 77,5 kilometer per uur dat de snelheid gehaald kan worden. Toch heel mooi. En hier zie je dat ook de station zou een heel eind ingericht ervoor zijn, want hier zie je ook al de laad- en stopplaatsen voor de stations waar mensen in en uit kunnen stappen. De voordelen. Het transport op snarrails beweegt boven wegen en water, zonder andere vervoerswijzen te verstoren. Het kan gemakkelijk in elke omgeving worden geïntegreerd en neemt minimale ruimte in beslag. Daardoor hoeven er ook minder grond geworpen te worden. Bergen, bossen zijn geen obstakels, water ook niet. En ze hoeven geen terrein waterpas te maken, want kijk, die foto links is, het wegennet bestaat nog, maar de middenbermen, daar kunnen ze gewoon een pilaar plaatsen en het vervoer kan door de lucht. Dus er hoeft totaal soms geen extra grond aangeworven te worden. En dan is het ook nog zo, doordat ze minder land en infrastructuur verbruiken, ze bijna ook 5 keer minder energie gebruiken dan elektrische voertuigen. De bedrijfskosten bedragen ook veel minder dan het conventionele spoorvervoer. Het is aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Daar heb ik straks ook nog een berekening van. Laat de lostijden worden verkort. Men heeft geen dure terminals nodig. En ook belangrijke logistieke problemen voor mens en materiaal worden opgelost. Zoals u ziet op het linkerplaatje, dat moet verleden tijd worden. Zeker in die landen. Daar in dit soort landen zijn ze zeer enthousiast over het systeem van Jeninske Stringtechnologie. En daar is al met heel veel landen gesproken om dit vervoer te bouwen. Als je dan kijkt waar Jeninske Stringtechnologie door wordt onderscheiden. De infrastructuur voor het transport. De hoge efficiëntie. De lage schadelijke gevolgen voor het milieu. Hoge mate van veiligheid in personen- en vrachtvervoer. Het is bestand tegen alle weersomstandigheden, zoals sneeuw, mist, stof en zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen. En bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat de milieuvriendelijkheid betreft, is het natuurlijk heel goed voor de biodiversiteit van de aarde. En ook vruchtbare grond wordt niet vernietigd. En trekroutes voor dieren worden ook niet geblokkeerd. In Europa, als je dan kijkt naar de kosten, bedragen de gemiddelde aanlegkosten voor een hoge snelheidsweg 30 miljoen per kilometer. Gemiddeld, hè? Maar dan heb je ook nog een jaarlijks onderhoud van 100.000 per kilometer. Als je dan kijkt naar de Hyperloop. Hyperloop die wordt op dit moment geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. Maar die is nog in de ontwerpfase. Dus er gaat zeker meer worden. Maar een kilometer metro, die kan zelfs oplopen tot 150 miljoen per kilometer. Als je dan kijkt, hetzelfde deel, maar dan met het innovatieve transport van Jeninske Stringtechnologie, die zelfs gemiddeld zit aan de 10 miljoen, tussen 21 miljoen, gemiddeld 10 miljoen. Voor passagiersvervoer is maximaal 10 miljoen, maar containervervoer gaat naar de 20 miljoen. Dan zie je dat kosten veel minder zijn voor aan te leggen. En de onderhoudskosten, die zijn amper. Want ik vertelde daarnet al dat de rail, die wordt... zo stevige onderlaag is het dat het geen slijtage in komt, sorry. Maar ook wordt de rail schoongemaakt en dat laat ik straks nog even zien. Er kunnen geen blaadjes op de rail vallen. Maar er is ook samenwerking met partners. Er zijn verschillende bedrijven, hoogwaardige bedrijven bij betrokken. En voor onze Belgische mensen, die weten het meteen als ik zeg, de firma Bekaert, die...
heeft de string geleverd. Hier zie je alle rollen liggen die, waar de strings op liggen. Dit is een foto in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ik heb straks ook nog een foto van in Minsk. In allebei de parken zijn al de rollen geleverd voor het aanleggen van deze spoorrails. En Bekaert die heeft gezegd dat hij wereldwijd dat ze alles kunnen leveren. Hoe mooi is dat? Hier zie je de persoon waar wij heel veel contact mee hebben. De persoon is die ook de trajecten controleert en regelt. En hier zit hij dus in Minsk. En je ziet het aan de kiezers op de grond. En hij staat voor de rollen met strings die geleverd zijn. En dan zie je er allemaal plaatjes op die rollen zitten. En als je goed kijkt, hier zie je Juninski string hier daarbovenin staan. En linksboven zie je Bekaert staan. Op elk van die rollen staat dit plaatje. En die zijn dus echt geleverd door de firma Bekaert uit België. En zo halen ze uit elk land halen ze het beste bedrijf naar voren om mee te werken. Ze willen hoogwaardige materialen leveren. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar het duurt zo lang. Nou, als je dan kijkt, als je wat ze allemaal ontwikkeld hebben. Al in 2015 hebben ze die grond gekregen. Die moesten ze gaan ontwikkelen en moesten ze het eerste delen nog allemaal gaan bouwen. In 2016 was de eerste Unitree klaar. En daar het nieuwe logo wat er op dit moment is, is afgeleid van dit model. Dat was 2016 het eerste model. Daarna in 2017 de Unitruck, Unibus en Unicar. 3 modellen in een jaar. Daarna is er in 2018 met de Verenigde Arabische Emiraten contact gekomen en die hebben handtekeningen gezet om daar te bouwen. En ze hebben het park gekregen, hebben ze kunnen uittekenen gaan ontwikkelen. En in 2019 hadden ze daar al het eerste traject klaar. Dat gaat echt heel snel. Kijk eens in Nederland, als er iets gebouwd moet worden. Het duurt jaren, meer dan 10, 15 jaar voordat er iets, een spade de grond in gaat. In de 2020 is het traject getest voor de Uniflash, die wij in 2019 op de beurs in Berlijn hebben gezien. En in 2021 hebben ze de Unicont ontwikkeld en getest. Het gaat allemaal heel snel, mensen, als je daarnaar kijkt. En ook de media heeft er veel aandacht aan gespendeerd. Er is een verslaggever geweest die vroeg of dat hij mocht komen kijken en mocht filmen. Dat is gebeurd. Die heeft dat op zijn kanaal gezet van CNN. En toen zijn ook alle andere mediakanalen zagen het. En je kunt het zien, ik kan hier de filmpjes niet afdraaien, maar alle filmpjes hebben allemaal onderdelen uit dat bericht van die verslaggever. En dan zie je dat er dus ook Fox News en andere bedrijven die hebben, nieuwszenders hebben er aandacht aan besteed. En rechtsonder zie je ook een boek. En in dat boek wordt ook altijd nieuwe technologie verteld. En die hebben hier niet één pagina, maar meerdere pagina's gewijd aan het Juninski String Technologie project. Oh ja, het boek heet Construction Week. En dan komen ze al met nieuwe modellen. Maar kijk eens hier, wat een pagina's dat ze eraan gewijd hebben. En dat is gewoon super om mee te maken. Nou zijn er ook al verschillende hoogwaardigheidsbekleders in het park wezen kijken. En dat komt vooral omdat daar op dit moment, het is nu afgelopen, een half jaar aan een stuk, de World Expo is geweest. En in de World Expo, het woord zegt het al, kwamen alle landen met hun bezienswaardigheden en belangrijke dingen wat ze in een land deden. En zo stond de Juninski stringtechnologie daar met dit systeem. En hoe slim zijn ze geweest om in het Ecohuis een traject te maken om mensen te kunnen laten zien. Dan konden de mensen allemaal vanuit de beurs, werden ze met vervoer zelf gebracht naar het Ecohuis om daar te gaan kijken. En ze werden weer teruggebracht met alle egaards van dien. We hebben het gezien. En dan werden mensen hier, alles werd alles laten zien. Maar nu de beurs afgelopen is, heeft Juninski stringtechnologie nog steeds hun project daar staan. En mensen kunnen blijven kijken. En er zijn al meerdere bezoeken geweest van landen en meerdere keren van uit één land. Hier zie je de koning van Lesotho. En die heeft ook het park bezocht. Daar ga ik even iets meer over uitbreiden. Want Lesotho ligt in Zuid-Afrika. Midden in Zuid-Afrika. Die heeft totaal geen verbinding met de kust. Dat wil dus zeggen dat hun infrastructuur heel lastig is. En alle landbouw en alle industriematerialen moeten allemaal naar een haven gebracht worden door gevaarlijke bergen. En nu kan Juninski stringtechnologie hun probleem oplossen door de gevaarlijke routes door die bergen heen te kunnen laten stopzetten. En dat ze een vervoer van Juninski stringtechnologie kunnen maken. En dat zal de landbouwsector zeker ondersteunen.
En daardoor wil de overheid ook project steunen en investeerders aantrekken. En die zullen ze ook ondersteunen. Dat is heel belangrijk, hè? Inmiddels zijn er ook veel meer gesprekken gevoerd met autoriteiten uit andere landen. Zoals Vietnam, Indonesië, India, Frankrijk, Zweden, Mexico, Ecuador, Brazilië, Colombia en Rwanda. En Lesotho dan. En heel veel andere Aziatische, Europese en Amerikaanse overheden zijn geïnteresseerd voor deze implementatie en staan op de lijst om ook te komen kijken. Dus dit gaat echt heel groot worden. Ik heb een paar foto's van enkele delegaties. Dit is de delegatie uit Zwitserland die is geweest. Dan heb je hierna een delegatie uit Brazilië. Die is al voor de derde keer geweest. En, want in Brazilië heb ik heel veel plaatsen waar allemaal burgemeesters vandaan komen en waar ze trajecten willen hebben. Zaterdag heb ik een presentatie in Rotterdam. En daar laat ik wat meer zien van het land Brazilië waar allemaal trajecten zullen komen. Dus dan kan ik hier nu niet verder over uitbreiden. Dan hebben we hier Rwanda. De ambassadeur van Rwanda in de Verenigde Arabische Emiraten, die heet Emmanuelle Hategekwa. En die heeft ook het testcentrum bezocht. En samen met de CEO van Rwanda Development Board. En zij is lid van het kabinet van Rwanda. En zij is dus ook samen met de ambassadeur van Rwanda in de Verenigde Arabische Emiraten in het park geweest om daar te kijken. Ik heb er verschillende foto's van gezien. Hier heb ik er 3 neergezet. Rechts zie je dat ze in het Eco-huis zijn. En daar zien ze het spoortraject met de wagons die boven eroverheen rijden, onder erheen rijden en in het midden ertussendoor. En linksonder zie je dat ze in een wagon zitten van het 400 meter traject. En dan rijden ze van het ene kant naar de andere kant. Maar ook de vertegenwoordiger van Kirchingen, die is geweest. En daar hebben ze het ook besproken hoe ze dit systeem van Unieke Stringtechnologie kunnen implementeren in het grondgebied van Kirchingen. En mevrouw Sarapat Masitova, die is hier en die is eigenlijk aan het bekijken. En zij is een persoon die algemeen directeur is van een bouwbedrijf. Dus dat wil zeggen, als directeuren van bouwbedrijven al komen kijken, dat er al meer aan de hand is als wat wij nu denken. En kijk eens, ze staat daar voor een klein reeltje. En Janinski, die staat erbij, laat ze ook in het klein zien hoe het systeem werkt. Men heeft van alles aan gemaakt om mensen in het klein te laten zien, voordat ze het groot laten zien. Want hier staan ze voor de grote wagon. Dat wat Janinski laat zien. En je ziet daar dat uitsteeksel ook vlak bij zijn hand, waar wagons aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus zij maakt hier ook kennis met het snaartransport. En ze bezocht ook de productielocatie. Dus ze heeft verschillende plaatsen gezien. En de productielocatie is natuurlijk heel belangrijk voor iemand die een bouwbedrijf leidt. Maar er is nog een belangrijke man, Michael Kazin, en die heeft Unieke String en Technologie Centrum bezocht. Hij is een gerenommeerd econoom en politicoloog. Hij is academicus van de Internationale Academie of Management. Hij is gepensioneerd staatsadviseur, tv- en radiopresentator, voormalig plaatsvervangend hoofd van een economische afdeling. En hij doet voorspellingen over de ontwikkelingen van de wereldeconomieën en geopolitieke analyses op zijn portaal Kazin.ru. En Janinski heeft een persoonlijke rondleiding gegeven, want dit is natuurlijk heel belangrijk. Zo'n man die kan je bedrijf maken of breken. Hij kreeg een rondleiding zelfs ook in de controlekamer. En hij heeft de hardware en software allemaal kunnen zien, het besturingssysteem kunnen bekijken en heeft de veiligheid en betrouwbaarheid helemaal kunnen verifiëren. Daarna heeft hij een testrit gemaakt. En hij was heel erg onder de indruk van wat hij zag en meemaakte. Als expert in de economie beoordeelde hij op professioneel niveau de economische voordelen van Unieke Stringtechnologie, transport- en infrastructuurtechnologie, als meest kostenefficiënte systeem in vergelijking met andere vervoerswijzen. Hij zegt, U-Sky is in vergelijking met een vliegtuig van transport 3,3 keer kostenefficiënter. Met de hoge snelheidstrein is het 2,5 tot 3 keer goedkoper. En met de Transrapid Magneettrein zelfs 9,6 keer meer kostenefficiënt. En in vergelijking met een auto zal het energieverbruik 31 keer lager zijn. Dat is een groot verschil. En door de veelzijdigheid van de Unieke transportstructuur is het toepasbaar in verschillende klimatologische omstandigheden. In koude streken van Rusland bij temperaturen tot min 40 of nog iets hoger. En in de woestijnen van de Verenigde Arabische Emiraten met luchttemperaturen tot plus 60
kan het allemaal inrijden. Het is daarin zelfs goedgekeurd. Wat wil je nog meer? Inmiddels is de heer František Solár nu weer in Vietnam. De linkerfoto en de middelste foto laten eigenlijk het bezoek zien van de allereerste keer tijdens de coronapandemie in 2020-21. En toen gingen ze naar Vietnam, het was midden 2021, sorry. En daar moesten ze dus een hele tijd in quarantaine, 4 weken in quarantaine. Toen konden ze pas besprekingen voeren. En daar hebben ze toen al met bouwbedrijven besprekingen gehad. Inmiddels zit hij daar weer, heb ik begrepen. Ik heb hem vandaag gesproken. Ik heb een webinar gehad met hem en heb ik daar ook nog nieuws over. Maar hij brengt, als je terugkomt, waar ze ook naartoe gaan, alle landen. Want er zijn meerdere mensen die dus naar landen gaan om dingen uit te leggen en handtekeningen op te halen om het systeem te kunnen implementeren. En iedereen die ergens is geweest, komt altijd weer terug bij de Raad van Bestuur. En dat is onder andere Anatoly Janinsky, hij is hoofd van de Raad van Bestuur. En zijn Chief Executive Officer, Nadezhda Kosareva. En dat is zijn vrouw. Er wordt ook hebben ze al verschillende plaatsen bezocht in Rusland, Vietnam, Scandinavië en de Baltische landen. Dus als je dan kijkt, ook in het Europese gebied, Scandinavische landen en Baltische landen, zijn gesprekken gaande. We weten alleen nu nog niet precies wat. Waarom investeren mensen in Yuskai? Nou, omdat het snartransport geen schadelijke stoffen uitstoten in de atmosfeer, dat de kilometer snaarroute minder dan 100 vierkante meter land nodig heeft en dat de aanleg van snaarbanen het natuurlijk landschap niet verandert en de bossen kunnen van zuurstof blijven voorzien, ze hoeven niet gekapt te worden. En de meest veelbelovende gebieden voor ons zijn in het Midden-Oosten en Azië. En met plaatsen waar sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei en zoals in India en Pakistan. En er zijn ook al vragen ontvangen vanuit de Verenigde Staten en Canada. Hier heb ik een heel aantal foto's, ga ik even snel erheen, van ons bezoek eind oktober, begin november in de Verenigde Arabische Emiraten. Op dag 1 gingen wij bezoek brengen naar het park. Hier gaan we de bus in. Hier komen we op het park aan voor het ecohuis. Je ziet hier linksboven de rotonde. En rechtsonder zie je mij en Ines Rombly in de U-Flash zitten. Die stond daar ook in het paviljoen tentoongesteld. En rechtsboven zie je Earl, mijn collega, samen met Jolante. Dat is een van de leden waar wij heel veel contact mee hebben, die voor ons heel veel dingen verzorgt. Linksboven zie je het paviljoen. Rechtsboven zie je in het ecohuis, kijken wij ook naar het verkleinde transport van 11 meter lang en 3 meter hoog. Niet echt verkleind. En onderin zie je dat de wagon net vertrekt met iemand erin. Of naar de andere kant te gaan, linksonder. En rechts zie je de mensen wachten die daarna in de wagon kunnen. Ze gaan als de deur open gaat. Hier gaan wij erin, in de wagon. En linksonder zitten Ines en Ivona erin. En rechtsonder zie je dat wij vertrekken. Hier zie je nog een aantal foto's die we daar hebben gekregen. En rechtsboven zie je dat wij daar in het station staan. Ook voor de Uniflash. De Uniflash niet voor de kom niet meer op het woord. Op het passagiersvervoer, de Unibus. En linksonder zie je dat wij met z'n allen, onze hele groep uit de bus, staat buiten heel snel even in het hete zand om een algemene groepsfoto te maken. En rechts zie je de weg er naartoe. En de volgende dag op zondag werden wij naar de expo gebracht. Wij werden naar de expo gebracht en dan mochten we zelf rondkijken en doen. Wie vlug naar huis wilde, mocht vlug naar huis. Maar wie langer wilde blijven, kon ook langer blijven. En hier zie je ons vlak voor de ingang staan. En daarna zijn we overal gaan kijken. Elk land had een apart paviljoen. En ieder land had er een hele mooie uitdaging van gemaakt en uitgedost om toch maar heel goed voor de dag te komen. Hier zie je nog een aantal van die paviljoens. En dan hebben we hier de foto's van het linksboven in Minsk, dat een wagon ingeladen wordt. En zie je rechts en rechtsonder. En die wordt weer voor een verbetering naar het station, naar de werkplaats gebracht. En linksonder zie je de groep uit Vietnam. Die is ook in het park geweest en die hebben ook een algemene foto gemaakt boven de Unibus. Dit is de mensen binnenstaan in Vietnam in het hotel. En ik heb een paar pijltjes bijgezet. Dan zie je de mensen waar wij heel veel mee samenwerken. Links, helemaal links staat Jolante, daar in het midden is Lubov. En helemaal in het midden is de vrouw van Vladi, ik zometeen ook nog een foto van, die hier alle mensen uit Vietnam
de alles uitleggen en ontvangen. En hier in het midden onze Belgische collega Christian van der Vijver, die op de eerste foto er waarschijnlijk niet bij stond en nu wel. Hier hebben we dus Vladi rechts met zijn vrouw Irena Volkova. En dit zijn twee personen waar wij heel veel nieuws van krijgen en waar we elke maand contact mee hebben om alles door te spreken. Daar heb ik ook de volgende vragen gesteld op een gegeven moment, want ik kreeg van mensen dus wat vragen hoe het allemaal zat met het financiële ding en met de oorlog daar nu. En dankzij de steun van investeerders en partners van Skyworld Community werd het platform gewoon normaal en kan alles gewoon ook blijven werken. Als je dan kijkt, Skyworld Community is een groep van bedrijven geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en de Cayman-eilanden. Rechts zie je ze waar ze overal zitten. En daarom hebben de financiële en andere beperkingen die op Rusland en Belarus zijn, geen invloed op het systeem van Skyworld Community, want die zitten met hun financiële gedeelte helemaal daar niet. Die hebben alleen daar een testpark. En als je dan kijkt de financiële... Oh, ik ga even vakken, te snel. Even terug. Skyward Community diversifieert al het financiële werk, met name in ons persoonlijk account. En er zijn verschillende betaalmogelijkheden, ook in het geval van onvoorziene situaties. We werken vooral met cryptocurrency en daarmee kun je over de hele wereld geld overmaken en ontvangen. Vrij geld overmaken en ontvangen. Hier heb ik nog een landkaart. Dan kun je eigenlijk zien op hoe ze verdeeld zitten op deze landen met hun financiële informatie. En ik heb begrepen dat er ook in de Verenigde Arabische Emiraten nog een systeem, een kantoor komt. Gaan de bouwontwikkelingen door, vragen mensen. En dat is, zegt Nazesda Kosareva, zij is de CEO, de vrouw van de heer Anatoly Janinski. Haar verhaal is, het project blijft zich ontwikkelen. We hebben al de nodige materialen gekocht, wat voldoende zal zijn om al het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. Eventuele onderbrekingen in de leveringen zullen ons niet hinderen. En op hun beurt zijn er ook geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten. Alle afspraken met onze partners blijven van kracht en kunnen ook gewoon doorgaan. Nou heb ik nou een aantal vragen gekregen. Wat heb ik gedaan? Ik heb die vragen gewoon hier neergezet. Ik heb ze naar hun toegestuurd en de antwoorden staan eronder in het groen. Dan vraagt er iemand nu dat Europa Swift gaat blokkeren in Rusland. Wat gaat er dan gebeuren met de rekeningen van Skyway? De winsten die YouSky maakt, zijn op het Russische rekening gestart. Nee, dat is niet waar. Russische banken hebben er in ons geval niets mee te maken. In Rusland zijn er helemaal geen rekeningen voor de groep van bedrijven van Skyward Community. En als we dividenden gaan krijgen, moeten wij dan klant worden bij de Russische banken? Nee, ook niet. Wanneer het zover is, dan zullen de dividenden op rekening van de aandeelhouder komen, dus van jullie, naar jullie persoonlijke bankrekening in het land dat jij persoonlijk zult aangeven. En wat gaat er gebeuren met de pakketten die we maandelijks moeten afbetalen? Die kunnen gewoon afbetaald blijven worden met behulp van de middelen die er nu allemaal al zijn. Ga maar eens kijken, er zijn er heel veel. Nou zijn er meer ontwikkelingen, want lineaire cities, zo moet ik het zeggen. Die lineaire cities die waren, dachten ze voor iets verder in de toekomst. Maar er zijn heel veel landen die hier al heel veel interesse in hebben. En dan moet je zien, een lineaire city ziet er eigenlijk uit als een hoogbouwgebouw. En dat hoogbouwgebouw zie je linksonder op de foto iets beter. Want dan zie je daarin een station. En het station gaat van hoogbouw naar hoogbouw. Een lineaire city is zo dat er ongeveer 10.000 mensen hier kunnen wonen, die allemaal op loopafstand van een station wonen. Hier kun je met enkele huizen wonen. Mensen die in een hoogbouw willen wonen, kunnen hier wonen. En telkens worden dit soort clusters van gebouwen, die worden gebouwd. En er is al heel veel interesse in de landen. Maar als onderdeel van alle certificering van de testtracks heeft de TUV de Standardization Certification een pakket aan werkzaamheden uitgevoerd om te voldoen aan al die veiligheidseisen om dit te kunnen bouwen. En er is niet alleen een rollend materiaal dus beoordeeld, waar ik het straks over had, van het elektrische voertuig of de U-pot, maar ook de spoorconstructie en de stations, de steunen, de deuren, alles. Dus dit zijn uitreksels, deze drie zijn uitreksels van het inspectierapport. Een paar van die uitreksels, want er zitten heel veel pagina's in. Maar ze hebben alles gefotografeerd en gedaan zoals je ziet. En alles is gewoon helemaal goed gecontroleerd. Als we het samenvatten, dan ondersteunen wij een bedrijf dat nog bijna niemand kent.
Het bovengrondse transport van Yuskay is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. En rechts heb ik even een plaatje erbij gezet. Daar zie je heel dun, zie je hier een lijntje. Als een voetganger, zoals die hier loopt, binnen dat lijntje komt, dan wordt dat gedetecteerd bij de wagon. En dan stopt de wagon. Deze voetganger niet. Toen deze voetganger hier liep, was het groen. Zo gauw als je over een bepaalde lijn heen komt, dan wordt die rood. Dat wil zeggen dat de wagon stopt. Loopt de persoon naar die wagon toe, gaat de wagon achteruit. Loopt de persoon vooruit, dan gaat de wagon ook weer vooruit. En loopt de persoon uit dit detectiegebied, dan gaat de wagon weer gewoon verder rijden. Supermooi systeem. Er is ergens een filmpje van, maar die kan ik hier allemaal niet tonen. Maar het is heel mooi om te zien. Heb ik nog een nieuwtje? Er zijn op dit moment 15 fases berekend en op dit moment zitten wij in fase 14.2. We zijn in de voorlaatste fase en via crowdfunding kunnen mensen dit systeem nog ondersteunen. Dat ze het kunnen bouwen, want ze hebben totaal geen enkele lening bij een bank. Al het geld wat ze gekregen hebben is via crowdfunding van ons mensen die via de mogelijkheden die er zijn om het project te ondersteunen voor bepaalde geldbedragen hier een geldbedrag hebben gegeven. En daardoor is dit ontwikkeld. En doordat dit ontwikkeld is, hebben alle mensen die een geldbedrag gegeven hebben, zijn mede-eigenaar. Ook al heb je maar een geldbedrag gegeven van $50, dan ben je mede-eigenaar van dit systeem. En ga je op termijn, op het moment als dit bedrijf winst gaat maken, of dat nou snel is of dat nog heel lang duurt, als het bedrijf winst gaat maken, ga je meedelen in de winst. Dus dat is heel mooi. Daar hoeven ze niet voor naar een beurs gaan. Een beursgang zal er op een gegeven moment wel komen, maar een bedrijf gaat pas een beursgang doen als ze weten dat ze voldoende geld op kunnen halen en dat het bedrijf versterkt. En niet een beursgang doen als het bedrijf verzwakt, want we hebben het laatste jaar al verschillende bedrijven gehoord, ik zal even nu geen namen noemen, maar die een beursgang hebben aangekondigd, maar ook zich weer teruggetrokken hebben. En er is niks zo schadelijk voor een bedrijf als zich terugtrekken uit een beursgang. En nu is iets speciaals. Ik heb vandaag een gesprek gehad met bestuur. En nou blijkt er een aanbieding te komen rond de verjaardag van Anatoly Janinsky. En die is volgens mij op de 17e jarig. Volgens iemand anders waar ik mee sprak, die zei nee, het is de 16e. Maar dus rond 16, 17 april is zijn verjaardag. En dan hebben ze 3 dagen een aanbieding. Dat je via een aanbieding een mooi geldbedrag aan het systeem kunt doneren. En dan krijg je als tegenprestatie ook weer iets heel moois voor terug. Wat het precies is, het is 70% van de aanschafkosten van een pakket wat er op dit moment is. Ik durf nog even geen bedragen te noemen. Er is wel iets gezegd, maar dat kan nog veranderen totdat ze het aanbieden. Moet nog precies helemaal besproken worden en geïmplementeerd worden. Maar op het moment als het komt, hou het in de gaten. Want dan is het maar heel even. Het zal heel druk zijn wereldwijd dat mensen dit willen aanschaffen. Dus vertel je het je mensen nu al. Zaterdag zal ik er even wat verder op ingaan als ik in Rotterdam ben. Dus mensen die in Rotterdam komen kunnen dan ook eventjes meekijken. Maar let even op, want hier hebben we denk ik een van de laatste aanbiedingen. Want dan zijn er eigenlijk geen feestelijke gelegenheden meer dat ik weet dat er nog komt om nog een aanbieding te doen. Dus dan zullen we lang moeten.